vrouwenschoentje. Maar ik kan het niet open. Hier, die bel, dat is... Kijk. Laat ik hem nou open doen, want dit zit er nog voor. Dan breekt het kapot. Dus dit gaat naar boven staan. En dit opzij. Ik zal het ook in een boek laten zien. Als je, kijk. Een lady slipper noemen ze hem. Maar het is eigenlijk een vrouwenschoentje. Oftewel, Latijnse naam is Cypripedium. Kentuckiensis. Cypripedium Kentuckiensis. Zal het ook laten zien. We zijn een hele bijzondere. Ja, ik denk dat we hier nergens... Nee? Wel een bijzondere, ja. Ja, maar je kunt nergens tegen. Ik zal het zo zeggen. Drie jaar geleden... of vier jaar geleden... toen kwamen ze in één keer op de markt. Toen kwam ik in Utrecht op de markt... waar ik altijd naartoe ga van de rotsplantenvereniging... in de botanische tuin... En mee toen we de trein opliepen, daar staan de beurs, er werd €40 voor gevraagd, voor zo'n plant. En toen zei ik tegen degene die erachter stond, ik weet waar die vandaan komen. Want er stond er namelijk op, van een bedrijf, maar dat hoef ik niet te noemen. Ik zeg maar, uiteindelijk komt die van mij. Ik zei, ik heb die zaden geleverd vroeger. Zo. Zaden. Toen heb ik, toen kwam ik hier en toen kwam ik bij Avri en... Die waren ongeveer €20 heb ik gekocht. Maar ik heb hem gekocht om iets mee te doen. Ja. Had ik hem daar neergezet. En er waren drie stelen. Drie. Die gingen bloeien. Er zat een knop in. En bij Avri stonden er denk ik wel een 40. Is er geen één van verkocht. Dat heb ik toen gezegd tegen hem. Ik zeg, als hij uitgebloeid is, dan is het niks. Dan moet jij een jaar wachten. Als je geluk hebt of je het weer doet. Ja. Maar die hebben ze allemaal, die fokken ze groot in de turf. Maar dat moet niet. Je moet het dus in een. Niet in een humusrijke grond staan, je moet in een mineraalrijke grond staan. Ja. Dus toen heb ik daar, want dat stukje zat er nog, een grondmengsel gemaakt. Schelpen grit. Hier. En daar. Nee, hier. Staan er nog. Ik heb er van de week heb ik daar die dingen in samen gezien, maar hier, dat stukje, dat is hoofdzakelijk schelpengrit. Want het moet kalkrijk zijn. Maar als je landbouwkalk gebruikt, is te veel. En schelp is ook kalk en dat geeft heel langzaam af. Ja. En de lucht en de grond wordt luchtig. Het moet dus klei, mineraalrijk. Schelpen, steenslag en lava. En daar moet je in staan. En toen werd hier eens te donker. Dus heb ik hem vorig jaar eruit gehaald en heb ik hem daar neergezet. Maar bij mij deed hij niks. Hij kwam aan een plantje op, maar geen bloemen. Dus daar heb ik hem. Ja, en ook ben ik er twee kwijtgeraakt. Dus twee van de scheuten, maar één is het gedaan. En nu bloeit hij voor het eerst weer. Ja. Ik ben bij Avri terug geweest. En in het najaar stonden al die planten daar, want ze sterven namelijk af. En dan hadden ze niks, want de mensen die kopen dat niet. Ze een knop kort koopt, want je moet er iets bij vertellen hoe je dat moet doen. Het zijn de meest arbeidsintensieve planten die er zijn. Ik wou zeggen de meest moeilijke planten, maar je hebt alleen maar moeilijke mensen. Maar als een plant, bij een plant die je leven kunnen houden, krijg je planten schuld. Dan zeggen we, dat is een moeilijke plant. Nee, jij kent de voorwaarden niet scheppen voor die plant. En dan vinden wij vervelend. Maar je hebt alleen maar moeilijke mensen. Ja. Dat is een moeilijke plan, dat ken je. Als jij goed weet wat je groeit en wat je nodig hebt, dan doen ze het. Maar wij willen dus een plant uit Kentucky, uit Amerika. Je moet dan hier komen en dan moet je het ook nog doen. En dat kan als je hier opgekweekt wordt. En daarom kunnen wij nou die vallen op, dus die maanorchideeën, die gooien ze wat mee dood. Want die zijn speciaal gekweekt voor de vensterbank. Ja. Dus, maar hij is niet winterhard. Hij is winterhard. Winterhard? Ja, maar hij sterft boven de grond af, een heleboel. Oh, zo. Ja? Maar de wortels... Ja, dan moet je hem afdekken. Nee. Nee? Nee, hij is gewoon winterhard. Waarom? Ik zal daar ook een boek laten zien. Daar hebben ze, ik dacht, ongeveer 60 soorten. Er zijn erbij die... Dus de Cypripedium, ik heb er hier ook gehad.
Cypripedium calceolus, die groeien, die staan in Rusland. Onder sneeuwdek. Hier staan allemaal in het najaar, moet je maar eens kijken, cyclamen. Zijn winterhaard.